Waar moeten ze eruit? Meneer, even niemand te woord staan. Nu moeten we kijken wat we doen. Hoe gaat het met u? Die twee stammerikken van u zijn nog steeds thuis. Schandelijk. Wat gebeurt er? Wel, je ziet het zelf wat er gebeurt. Een groep is binnen, de president is zelf niet gekomen. De president is zelf. En nu willen die mensen dat ze eruit komen? Ze hebben gezegd, ze gaan de vergadering aan hout zetten, zolang deze mensen niet van de straat gaan. Dat kan je niet van ons eisen. Ze kunnen dat niet van ons eisen. Want we zijn binnengebleven, ondanks hij er niet is. We konden dat ook hebben aangegeven. Oké, zolang de president er niet is, komen we buiten. En nu willen ze de mensen van de straat om die vergadering door te laten gaan? Ja, maar ze sturen een leerkracht om die mensen van de straat weg te halen. Wat doet de orde dienst dan? Waarvoor staan de agenten hier? Om naar ons te kijken. Laten we die mensen van de straat weg. Dat is hun taak toch? En zijn verantwoordelijk daarvoor. Dat moeten hun coördineren. Wat zegt u, mevrouw? Ik ben boos. Ja, is het. Is er van mij afgetrokken. Ik ben boos. Ik praat niet. Duizend SAB, waarvoor? Waarvoor hebben ze 1000 SAB afgetrokken? Mevrouw. Ik ben boos. Kom hier, man. Waarvoor hebben ze 1000 SAB afgetrokken? Van iedereen, zoveel. Ja, maar waarvoor? Weet u waarvoor? Nee. Niemand wil zeggen waarvoor er 1000 SAD is afgetrokken. Juf Nederbiel, iedereen klaagt over een 1000 SAD dat is afgetrokken. Waarvoor is dat afgetrokken? Dat is juist het probleem dat we hebben. We weten niet waarvoor. En niet bij iedereen is het 1000 SAD, ander 2000, waaronder ik. 2000 SAD minder. Weet je wat dat betekent vandaag aan de dag? Het is een gat in mijn salaris. Ja? Niemand weet het. Nog steeds weten we niet. En we hebben ook geen loonslip gezien. Er is nog geen loonslip. Vertelt u me hoe dan? Hoe dan? Dat is precies ons probleem. Wat gaan jullie nu doen? Want nu is er oneenigheid. De ene groep vindt dat jullie die mensen terug moeten roepen, want de president is niet gekomen. Ja. Dus we wachten even af om te kijken wat er daar binnen gebeurt. Ik zou nog niet zeggen over een oneenigheid, maar we hebben één standpunt. Hij heeft ons gezegd dat we 9 uur aanwezig
moet kunnen zijn voor een gesprek, dan moet je aanwezig zijn. En als je niet aanwezig kan zijn, dan moet je ook netjes afmelden. Ja, toch, zo hoort het. Dus als hij dat niet gedaan heeft, dan vind ik het erg dat we hier zo staan en dat hij dan niet binnen is. Snap je? En die mensen binnen willen dat jullie van de straat komen voordat ze doorgaan met vergaderen? We moeten van de straat komen. Nee, we blijven precies hier staan. En niemand kan ons wat maken. We vechten voor ons recht. En dat moet een keer duidelijk zijn in dit land. Wat gebeurt er nu? Ik weet het niet, ik snap het niet, want minister Ramdien is weg. En ik zie dat de leiders nog binnen zijn. Dus ik weet niet wat ze nog bespreken. We wachten op hun om te weten dat ze eigenlijk tot slot nog hebben besproken. Want mevrouw Benneman is nog binnen. Ik denk dat ze dat van de districten gaan oplossen. Maar we zijn nog steeds niet tevreden met die 1800 SED. Die mensen willen ons 1800 SED koopkrachtversterking geven. We zijn leerkrachten. Je kan ons geen 1800 SED koopkrachtversterking komen geven. We zijn geen normale burgers. Wij zijn degene die eigenlijk het fundament zijn van het land. Dan kan je ons niet met een pakket en 1800 SRD komen geven. Dus we hebben afgestemd met ze verbonden. We hopen dat ze zich aan het woord houden dat ze dit weekend eigenlijk werken van gaan maken. En we hebben gevraagd naar 5000 SRD. En dat vinden de mensen ook te veel. Dus ik weet niet wat het dan wordt. Je was ook binnen. Jawel. Wat is je naam? Mijn gasten is bekend, ze zullen het wel weten. Ik wil je naam Ik heet Charissa. Juf Charissa. Minister Ramdien is weggegaan? Ja, hij is al weg. Was hij boos of was hij klaar? Nou, niet dat hij boos was. Ik vond dat geen van ze boos waren. Ze waren gewoon ontspannen. Ze geven het wel toe dat ze eigenlijk op de hoogte zijn van de problemen. Maar we zijn niet daarvoor hier. We weten dat je de problemen kent. Maar we willen weten wat ga je doen met de problemen. En op een gegeven moment moet je gaan snappen wat zijn leerkrachten. We moeten een bepaalde waardering krijgen. En dan kan je niet zeggen dat je iemand die geschoold is, 1800 SRD gaat geven, om overbruggingstoelage kan je het zien. Dan willen we ons ook niet zelf de 1800 SRD komen geven. Het gaat niet samen. Je kan ons ook geen pakketten komen geven. Dus we hebben gezegd, we willen het niet. Ze hebben gezegd, ze gaan alles eraan doen om dat van de bonnen voor ons in orde te maken. We hopen dat het zal gebeuren. Maar tenslotte willen we 5000 SRD aan bonnen. Wat is er 5000 SRD? Een zakkenreis kost al 1000 SRD. Oké, wat gaan we met 2000 SRD aan bonnen doen? Laten we serieus zijn. Er zijn mensen van het binnenland hier die twee gezinnen hebben. Eén in de stad, één in het binnenland. Hoe moeten ze eigenlijk in de stad voerage kopen en 3 maanden voerage voor het binnenland? En nog een eigen vervoerskosten betalen. Laten die mensen serieus zijn. We moeten gewoon serieus blijven. En als ze het gevoel krijgen dat we eigenlijk te veel vragen, dan snap ik het niet. We hebben gevraagd naar een marktconform salaris. De minister zegt, of nee, niet de minister heeft het gezegd, een van de vertegenwoordigers heeft gezegd dat ja, als het zo makkelijk was, hadden ze het al lang gedaan. Maar waarom is het zo makkelijk om de benzine marktconform te maken? Waarom is het zo makkelijk om de prijzen in de winkel marktconform te maken, maar onze salaris niet? Het gaat toch samen? We hebben het ook aangegeven, als we ons salaris marktconform maken, zien ze ons ook niet meer. Want bij elke verhoging gaat het automatisch omhoog. Dus, laten we kijken wat het wordt. Een auto wordt teruggestuurd. Maar de weg wordt bezet gehouden door die leerkrachten. Thank you.
hier vandaag en hij is er niet. Hij is er niet, dus hij neemt ons niet serieus. We zijn helemaal, we zijn helemaal teleurgesteld in de bodem. Vooral mevrouw Mangre. Mevrouw Mangre. Ik weet niet wat ik moet zeggen hoor. Echt boy, mevrouw Mangre. Vals. Nee, man. Ja, maar het duurt te lang. Die onderhandelingen duren te lang. Wanneer ik de verpleegster en die agenten staken. Toch? Krijg ons ondersteunen van hun bonden. En waar zijn die vakbondsleiders van ons? We hebben niet. Maar dat we aan moest zijn van ze, van die berichten van ze. Ze telkens onderhandelen. Daarom zijn we hier. Ja, precies. Ja, dus. Het is jaren dat ze bezig zijn. Ik kan me nog heugen toen mevrouw Mangre zei ja, de president heeft haar goedkeuring gegeven. Maar tot nu toe is het nog niet uitgevoerd. Tot nu toe. Maar is er nog geen Suriname? Ik weet het niet. Mevrouw Mangre. Moet ze nog hier? Zo erg hebben iemand daar, leerkrachten daar, in het assemblée en ze doet niks. Ze zit daar. Wie pleit voor gronden voor de leerkrachten? Jordan. Wie is mevrouw Jordan? Ja? Nee hoor, moet nu eens opbouwen. Hier, fijne dag blijven hier. Er gebeurt nog iets. Ze hebben gewoon alle energie dat we nog hadden, hebben ze gewoon uit ons gehaald. We zijn helemaal emotioneel, omdat men niet snapt in welke situatie leerkrachten nu verkeren. Leerkrachten moeten naar het binnenland gaan, ze verdienen maar 7000 SD, ze moeten hun gezin in de stad verzorgen en dan moeten ze nog daarvoor voorraadje kopen voor 3 maanden. Hoe kan dat? Hoe? Snapt men niet dat het niet kan? Je wil dat leerkrachten naar school gaan met een salaris van 7000 SD, waardoor je een huur van 300 euro moet betalen. Hoe gaan we eten? Hoe? Snapt de regering niet dat het niet kan? Kom met de oplossing! Je kent de problemen. Ik wil u vragen dat we even naar een andere locatie gaan, naar een Fort Zeelandia, de tuin. Dan gaan we even bespreken wat er is gezegd, want we hebben eigenlijk nog niets bereikt. Ik mag u wel één ding zeggen, er moet nog een officieel bericht komen van het ministerie, maar we gaan pas dinsdag naar school. Dinsdag gaan we naar school. Morgen gaan we naar een. Morgen moeten we naar Minhof. Oké. Laten we naar de tuin. We gaan verder bespreken.
Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. U weet, in Suriname kan je niet te veel verwachten. Maar wij als actiegroep, wij zijn vandaag tevreden. Als we allemaal even uitluisteren, dan gaat u het waarom begrijpen. De ministers hebben aangegeven dat zij alleen mogen onderhandelen met groepen die statuten hebben. Wij zijn een actiegroep en wij waren in staat om spijkers op koppen te slaan vandaag. Een van de problemen, collega's die nog steeds onder water zijn thuis. Dan kan het ministerie van ons niet verwachten dat we het huis zo achterlaten en naar het werk gaan. Dus wij hebben gevraagd dat de scholen morgen gesloten zijn. Even. En dat we dinsdag weer het werk bezoeken. Laten we hopen dat het niet meer regent. Want als het weer regent en we weer onder water zijn, dan zijn we weer thuis. En u moet even, als u onder water bent, dan kan niemand u dwingen om uit uw huis te gaan om de school te bezoeken om het werk te doen. Ja, we hebben ook gevraagd dat de situatie onhoudbaar is en dat het ministerie waardebonnen voor de leerkrachten moet organiseren. Wij hebben gezegd, wij willen geen pakketten. Geef ons die waardebon en dan kopen wij zelfs wat wij ermee kunnen. Minister, even. Minister Ramdin, die heeft ons verzekerd, voor 5:00 vanmiddag krijgen wij te horen wanneer wij kunnen beschikken of als dat van de woordenbonnen realiseerbaar is. Ja? Dus het wordt sowieso geen waardebon van 1000 SRD. Ja? Maar voor een groep zonder statuten hebben wij toch de regering kunnen bewegen om naar ons te luisteren. De praktische problemen met betrekking tot het onderwijs. Morgen hebben wij een afspraak met mevrouw Benanon. Die problemen worden morgen op korte termijn al opgelost. De problemen van het binnenland. Huisvesting. Al die problemen hebben we in kaart gebracht. Dus morgen gaan we samen met mevrouw Benanon kijken welke problemen terstond opgelost kunnen worden. De leerkrachten van het binnenland, die vertrekken nog niet. Dus voor nu geldt, collega's, morgen bent u vrij. Maandag is een vrije dag, u heeft dus een long weekend. Dan kijken we wat er dinsdag gebeuren zal. Aan de hand van het weer. We hopen
We hopen dat we weten dat u niet 100% tevreden bent, maar we weten. En morgen worden de zaken onderwijs betrekkende met mevrouw Benanon structureel opgelost. Collega's, men heeft een beroep op ons gedaan dat wij ons keurig hebben gedragen. Wij als stootgroep, we doen een beroep op u. Komt u van de straat, want er is aangegeven geworden, wij zijn bezig het verkeer te belemmeren. En als het zo doorblijft, dat de politie ons gaat verwijderen. Wij kennen onze verantwoordelijkheid. We kennen onze verantwoordelijkheid. Dus ik doe een beroep op u. Komt u aan de kant. En dan gaan we verdere afspraken maken. We zijn in de groepsapp. Dus als er belangrijke zaken zijn, dan krijgt u die dan via de groepsapp. Wil dat zeggen dat de actie hier nu voorlopig ten einde komt? Ik zou niet zeggen voorlopig ten einde komt. We moeten zaken helemaal uitpluizen. Alvorens we kunnen zeggen, we hebben ons doel bereikt of niet. Pas wanneer dat het geval is, dan pas kunnen we daadwerkelijk het besluit nemen van we hebben ons doel bereikt. Merken de mensen nog niet tevreden? Kijk, tevreden ga je nooit 100% zijn. Men heeft ons uitgelegd, jullie zijn een actiegroep. Jullie hebben geen statuten. Dus in feite zouden we niet eens het woord met jullie moeten voeren om te onderhandelen. Maar omdat de nood zo groot is, heeft de minister gezegd, we willen een uitzondering maken om jullie aan te horen en zodoende de problemen ook van jullie kant aan te horen. Wat gaat er nu gebeuren? Van nu mogen de mensen naar huis. Morgen zijn de mensen vrij. Het geldt voor alle leerkrachten. Het bericht komt zo meteen vanuit het ministerie dat de scholen morgen gesloten zijn en dat we dinsdag dan weer van start gaan. Wat is uw naam? Naarden Marciano. Marciano Naarden. Ja. En u bent de trekker van? Eén van de trekkers. Van Wisastri. Ja. Wij als leerkrachten zijn de sterkste orgaan om te realiseren wat we kunnen realiseren. Dus we gaan door. We hebben die bonden niet meer nodig. We moeten op ons eigen staan. We zijn moe om bonden te betalen en ze kunnen niet voor ons realiseren. Dus we zijn super blij met wat we hebben gehaald. En we gaan door. Strijden, strijden! Maar u bent niet blij. Ik ben niet blij. Waarom bent u niet blij? Ergens heeft ze gelijk, natuurlijk, wat bonden betreft, maar ik wil me niet inlaten met bonden. Bij mij gaat het erom dat wij als leerkrachten, individueel, we zitten in een hele grote penarie. En dat die kleine oplossing dat ons is voorgehouden, het brengt nog geen verlichting in onze situatie. Het brengt geen verlichting in onze situatie, want hoe je het ook draait of keert,
onze situatie, onze problemen zijn nog niet opgelost. En het schijnt alsof steeds weer wordt er onderhandeld. Er wordt ons geduld gevraagd. Wij moeten geduldig blijven. Maar het leven van ons stopt niet omdat jij wil onderhandelen. Het leven gaat door. En die problemen worden van 1, 2, 3 en het wordt steeds meer. En waarom zijn we opgekomen? Ik althans praat voor mezelf en ik weet zeker dat bijna 70% die hier aanwezig is met hetzelfde probleem zit. We zijn opgekomen omdat we het niet meer aankunnen. Ik betaal huur. Ik woon in een huurhuis. Mijn leven lang woon ik in een huurhuis. En de president is ervan op de hoogte en hij mag me zien. Hij weet het. Ik kaart dit probleem al een hele poos aan. Mijn ouders hebben in huurhuizen gewoond. Ik woon in huurhuizen. Ik ben al boven de 50 jaar. Als ik straks dood ben, wat gebeurt er met mijn kinderen? Ik werk keihard om mijn huurhuis te betalen. Ik krijg geen stukje perceel. Ik krijg niet eens een woning van de stichting. Dat kleine beetje geld wat ik verdien, gaat een deel naar huur, een deel naar brandstof. En een ander deel, wat het kleine beetje wat ik overhoud, daarmee moet ik dan een lening aflossen. Want om te overleven, nu moet ik, heb ik een lening genomen. Toch, ik heb 2 leningen genomen. En ik weet zeker dat er andere leerkrachten zijn die in diezelfde penarie zitten. Dat kleine beetje wat je nog overhoudt, voordat je met je vingers knipt, is het al op. Dus ik ben niet blij. Je houdt me eigenlijk een worst voor. Je zegt me, je gaat onderzoeken, je gaat kijken welke oplossingen je gaat brengen. Maar we moeten op school zijn. We moeten gewoon naar school gaan. No matter what the reason en what de omstandigheden zijn, moeten we nog naar school. Want we stellen het kind centraal. Ja toch? Ik stel het kind ook centraal. Begrijp me niet verkeerd. Want ook ik heb een kind op school. En ik zal het heel erg vinden wanneer mijn kind van onderwijs wordt. Hoe zeg je dat? Wordt onthouden. Dat vind ik het ook heel erg. Dus ik wil mijn kinderen niet van onderwijs onthouden. Ik wil naar school gaan, maar ik wil gemotiveerd naar school gaan. Ik wil niet naar school gaan met in mijn achterhoofd, als ik straks naar huis ga, wat ga ik koken? Ik kan niet elke dag rijst met zout eten. Zelfs rijst is onbetaalbaar. Een kwestie van zwakheid van de president, omdat hij niet kan met de leerkrachten wat we hem gaan geven. We gaan niet onbeleefd doen, maar we gaan hem netjes op zijn bord geven dat wij leerkrachten niet meer kunnen met de 6000, want hij kan rundvlees kopen, hij kan zijn varkensvlees kopen, hij kan zijn ticket betalen. Wij leerkrachten niet, en zonder de leerkrachten geen ontwikkeling, dat moet hij weten. Dus hij weet precies wat hij gaat krijgen, dan gaat hij niet komen. We willen niet onderhandelen met de minister, we willen onderhandelen met de president. Ons salaris is niet marktconform. We willen die 6000 niet meer. Laat hij het optrekken naar 15 en 20.000 SAD. We hebben gestudeerd. Wanneer je op het CPI zit, moet je zoveel spullen kopen. Toch? Je wordt uitgebuit. Alles wordt van je uitgezogen om zo'n level te bereiken. En als je meer wil verdienen, moet je doorstuderen. Toch? En wanneer je door gaat studeren, moet je meer geld uitgeven. En wanneer je bent afgestudeerd, dan heb je dan een chicken feed salaris waaruit je niet eens kan komen. Toch? Wanneer je naar het buitenland gaat en je vergelijkt je salaris met het buitenland, dan zie je van dat we eigenlijk niets krijgen. En dan kan je er al. Je begrijpt wat ik bedoel. Dan laat de president tonen dat hij vader van de oranje vrouw aan buitenland vanaf 3 dus dat ik al ook te zien. Hoeveel moet je eigenlijk verdienen, vindt u? Voor nu is het vanaf 15.000 naar boven, want we redden het niet. Vanaf 15.000 naar boven. Je moet internet betalen, je moet huur betalen, je moet licht betalen, je moet voor water betalen. Daar heb je niets meer in van de man. En het wordt weer van ons afgetrokken. Nee, dat kan niet. We zijn al moe. We kunnen het niet meer aan. Akito, waarom ben jij hier? Ik ben... Akito! Goeiedag. Ik ben de basis van het fundament komen ondersteunen. En dat zijn de leerkrachten. Ze worden onderbetaald. Ze worden niet gerespecteerd.
Ik ben ze komen ondersteunen. En ze verdienen beter. Kijk, ze zijn allemaal moeders. Ze zijn allemaal vaders. Ze moeten een verhoging krijgen. Dus daarom ben ik hier. Thank you.
Maar ze moeten ervoor zorgen dat de meeste op een andere manier ons tegemoet komen. Daar hebben we waardebonnen aangevraagd. Snappen jullie het? Oké, maar we gaan het geld niet voor ze laten. We gaan het niet voor ze laten. Tenminste, we poeren 50 duizend, wat is 50? Van de maand, van de maand. 500 per maand. Het is om de ene maand dat ik begrijp. Nee. We hebben gevraagd. Van de maand zullen we het accepteren. Maar volgend maand willen we het op ons bezoldiging. En ik heb daarnet gesproken over een 7000. Ik praat niet over een bruto loner. Ik praat over een netto loon. Dus wanneer ik praat over een 15000, praat ik over een netto loon. Dus laten ze dat niet door elkaar halen. Ons salaris moet minstens 15000 zijn. Dan praat ik over een netto. Ons salaris bruto 20000 zijn. 20000. Zo'n periode moet het 30000. Wat we weten dat ze het nu niet naar markt kan voor ons kunnen precies brengen, proberen we tenminste op een andere manier bij deze we moeten realistisch zijn. Als ze behoorlijk geld kunnen stelen, wanneer kunnen ze ons dat geld niet geven? Hè? Ze verrijken zichzelf om na 5 jaar om dingen te gaan kopen in het buitenland. En wij hebben daarom moeten we gewoon boos en we verdienen dat. Ze gaan ja, regelmatig weg. We verdienen een 30000 naar boven. Op die belang. Met een van je tatrakata. Zolang de voorraad strekt. Nee, ik heb geen geld nodig. En we hoorden wat er hier buiten gebeurt. Er moet zijn. Nee, we gaan het niet helpen. Emotie. Mondig en ergens Die is nu aan.